Hey, hallo jongens en meisjes. Hier is de Haagse Blondeboer. Ik ben er niet voor niks, want ik ga jullie zo meteen even laten zien hoe het is als je een verrassingsdoos thuis krijgt. Want de kinderen die meegeholpen hebben in mijn afleveringen, die krijgen er zo eentje thuis gestuurd met hun gekozen boerderijdier. Ga je met me meekijken? Het is hartstikke leuk. Een pakketje voor mij. Yippie, hey. Leuk hè van Sibbe. En Sibbe, die was helemaal blij met zijn koe. Maar Bente, die heeft natuurlijk ook wat aangevraagd hè. Want die had het paard. Moet je kijken hoe Bente haar paard aan het uitpakken is uit de verrassingsdoos. Nou, geweldig toch? En weet je wat ook leuk is? Ik heb ook nog eens een verrassingsdoos. Zet iemand in het zonnetje. Die geef ik 1 keer in de 2 maanden uit. Helemaal gratis. Aan iemand die dat heel hard verdient. Nou, hey, succes! En ik zie je graag met je filmpje. Dit is de Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. De Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou, roep maar welk dier. Wil je een papegaai, een tijgertje, een muisje of een slang? Een varken of een aapje, spinleeuw, jongens alles kan. Als je maar voorzichtig doet, dan heb je hem heel lang. Dus pas op voor scherpe dingen jongens. Ja, want anders zegt hij bang. Stekeltje!